Dag jongens en meisjes, vandaag gaan wij dit hele leuke bijenspel spelen. En je hoort al een beetje, je moet deze dingetjes gaan pakken en dan kan de bij eruit komen vliegen om jou te pakken. En we gaan weer aan heel veel kindjes de groetjes doen. Komen jullie snel kijken? Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. We hebben weer een super gaaf spel. Namelijk Beehive Surprise. Ja, en ik ben hier niet alleen. Iemand anders wilde ook meespelen. Roos. Ja, Roos zei, oh papa, dat spelletje wil ik samen met jou doen. En aan de kindjes thuis laten zien. Dus ik heb deze weer in Amerika gekocht op internet. Ik heb deze weer op internet in Amerika gekocht. En die gaan we samen met jullie uitpakken. Kom, zijn jullie er klaar voor? We hadden allemaal andere spelletjes. Papa zei dat spelletje, maar ik wou dit spelletje. Jij wilde heel graag dit spelletje. Nou, laten we eens even kijken. Gaan we eruit halen. Ik wist niet hoe het werkte, maar ik zei maar... Ik vond dat een leuk spelletje uitzien, dus ik dacht het gewoon niet. Ja, die moeten we doen. Oh, wat grappig zeg. Kijk nou toch. Heel cool. Er zit bijna niks in. Nee, maar dan gaan we eens even kijken. Eerst eens even met de schaar gaan we dit openknippen. Maar waar zijn die honingdingetjes van? Ja, gaan we zo kijken. Misschien zo'n zakje of zo. Ja, dat denk ik. Ik denk dat die hierin zitten. Ja? Pas even kijken. In dit ding. Oh, dat zou... Oh, nee, daarachter. Nee, ja. En hier zijn de ogen. Oh, de ogen om erop te plakken. Ja. Mag ik die ogen erop plakken? Ja, mag die ogen erop plakken. Kijk, dit hebben we zo meteen nodig, dit. Dat laten we zo wel zien. En hier zo, knopje. Oh ja, knopje. Die kan je erbij zetten. En we moeten zo meteen batterijen erin doen. Ik weet niet of die dat doet. En erbij. Oh, die is leuk. Oh, laat eens even kijken. Oh, wat cool. Alleen moeten we nog stickers op plakken. Ja. Ga jij die stickers er maar eens even op plakken? Wacht even. Dan ga ik je die even geven, die ogen. Mooie vleugeltjes. Wauw. Dit zijn de ogen die Roos er zo op kan plakken. Maar kijk eens even. Ook twee mooie vleugeltjes. Oh. Moet je even goed kijken hoe die op moeten. Ik ga er maar eens even indrukken. Als het goed is, kan je die er wel eens in doen. Volgens mij hoort die. Heel goed. Dat is één. En doen we ook hier maar in. Oh, andersom. Ja. Ja, zo. Ja, heel goed. Zo? Yes. Ja, kijk eens even. Oké. Okay. Alleen hij heeft nog geen ogen, dus hij kan... En nu de ogen. Even kijken. Ja. Zo, ja, heel mooi, ja, heel mooi. Zo, wat kijkt hij blij. Kijk eens even, wauw. Heel leuk dit. Kijk, eerst had hij ronde ogen, maar... Zo. Maar dat ziet er ook goed uit. Ja. Heel leuk. Ik hoop het wel eens. Ja, gek. Kijk eens even, wat cool. Nou, dit is wel een echte wesp. Maar dit is wel een hele lieve wesp. Nee, het is een bij. Of een bij. Een bij natuurlijk. Ja, is ook zo. Een lieve bij. Oké. Eens even kijken. Wacht even. Dan moeten we deze nog even losmaken. En er staat ook op de doos dat... We kunnen ook even in onze vingers knippen dat hij klaar is. Of we kunnen dat we zo doen dat hij dan in elkaar gezet is. Ja. Dat is ook goed. Leuk om Mag ik het even doen? Ja. Ga jij maar je vingers knippen? Ik kan niet zo hard. Ja. Nou, maar ik toch? Ja. Okay. 1, 2... Tadaa! Oké, die staat. En nu gaan we zonder vingers knippen gewoon op de normale manier de honingdingen. Oh ja, gaan we die er even doen. Ja. Oh ja, de batterijen moeten we er ook nog even in doen natuurlijk, jongens en meisjes thuis. Kijk, gaan we eerst eens even kijken. Volgens mij moeten we deze moeten we hier in ieder geval inleggen, Roos. Mag ik dat erin? Ja, dat kan ik nog wel. Zo. Nee, maar hij moet toch allemaal... Oh, we moeten allemaal mooi erin. Oh, oké. Ik kan dat niet. Doe jij dat er maar mooi in? Makkelijk, maar niet zo heel. Oh, netjes, Roos. Moet toch met dit platte kantje op de sprinkler? Ja, ja. Platte kant eerst, de sprinkler indrukken. Ja, heel hard indrukken. Ja. Tot die zo, klik. Heel goed. Nee, eerst de platte kant. Oeps, daar gaan we wat in. Hard drukken, ja. En dan die laatste nog. Ja, van toch altijd. Ja. Dat ik mijn vingers lekker moet doen. Dus harder drukken nog. Yes.
Dan doen we die weer in. Huppakee. Oké, jongens en meisjes. We zijn er bijna klaar voor. Maar ik moet nog even wat uitleggen. Wat gaan we doen? De bij heeft Roos in naar achter gedrukt. Die zit vast. Dan drukken we zo meteen op dit bruine knopje. Kijk maar. Dan hoor je de bij. En dan moeten Roos en ik één voor één een honingraadje pakken. En degene die eentje pakt en de bij naar voren komt, die moet al zijn honingraadjes weer terugleggen. En dan gaat de ander weer aan de slag. Oké, jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? Wij wel, Roos. Ja, hè? Ja. Jij mag op het knopje drukken, Roos, en dan mag jij de eerste pakken. Wow. Nou. Zo, pak maar. Dit is... Ik schrok ervan, jij ook? Hoe weet je nou als wij daarboven zitten dan? Huh? Ja, jij bent af. Zo. Maar hoe weet hij nou dat wij daarboven zitten? Hij trilt alleen als je erboven komt. Nee. Dit is grappig. Jij moet ze terugleggen en ik mag ze nog houden. Maar dan win ik toch sowieso. Nee, volgens mij moeten we ze allemaal terug doen dan. Toch, denk dan je niet? Dan moet opnieuw. Je moet die wesp even naar achter doen. Druk maar naar achter. Dit is een bij. Of een bij, sorry. Ja, de bij. Heel ik hoop goed. Dat ik deze keer win. Je hebt gewonnen. Ik vind het zo, ik vind het zo grappig dat als we erboven komen, gaat hij trillen. Ik weet niet hoe hij dat ziet. Ja. Huh? Oké. Oh. Weer. Ik heb nog niet eens eentje. Je had er nog niet eens eentje gepakt. Oké, even de bijna achter. Nee, ik kan dat. Ja, oké, heel goed. Ik ben heel benieuwd, dan moet er ergens een oogje zitten waar hij dat ziet of zo. Heel apart. Heel leuk, heel cool. Of misschien voelt hij het. Ja, ik denk het. Oké, druk maar op het knopje. Ja, jij mag. Ah, ja, nu ben ik. Ja, jij mag. Even uit. Oh. Dat is echt vervelend. Oké. Nog een keer. En dan doet hij vroom. Ja. Oh, oh. Ah. Weer af. Zo. Jeetje, Mina. Ik vind het echt heel vervelend. Okay. Wel heel leuk spel. Wel heel cool spelletje. Oké, nog een keer naar één potje? Ja. Oh ja, want wij hebben ook nog beloofd om de jongens en meisjes thuis de groetjes te doen. Dus we gaan nog één potje doen. En daarna, jongens en meisjes, gaan we de groetjes aan jullie doen. Maar het zijn maar heel weinig potjes. Het zijn wel, ja, het gaat wel snel, hè? Ja. Ja, dan kunnen we nog twee potjes doen. Dan kunnen we twee potjes doen. En, oh ja, jongens en meisjes, vergeten jullie niet te abonneren op ons kanaal. Dat doe je met dat knopje beneden het schermpje. Als je daarop drukt en je abonneert je, dan kan je ook op het belletje drukken. Want dan krijg je namelijk gratis een berichtje als er weer een nieuwe video van ons is. Nou, Roos, ja, doe maar, druk maar nog een keer. Oh, helaas. Zo snel mogelijk, volgens mij. Ja, maakt niet uit. Nog een keer. Ja. Hey. Ja, wie heeft er nu gewonnen? Ik schrok mijn ongeluk. Oké. We gaan de groetjes doen. Zo, leg alles maar even terug. Oké, jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? Ik wil graag de groetjes doen aan Nota Palstra, Iris, Alicia, Ilja, Josephine, Zebi, Skyla, Lola van Hemert, Lars, Nora, Bente en Levi, Achilles, Zainas, Manuela en Monika Smans, Dex, Mike Sanders, Elena, Evi en Lars uit Utrecht, Guillermo, Amber, Kelvin, Fenja en Sarah, want die was ik de vorige keer vergeten, en Hugo van Gijzen. Uit Etteleur, want die was ik ook vorige keer vergeten, sorry. Milana, Eva, Elena, Hamer, Jamaisa, Sterre, Emma, Vee Loef,
Skippy van 7 jaar uit Maastricht, Thijs Lichthart van 4 uit Horen, Ina, Anna uit Diepenbeek en Olivier. Nou jongens en meisjes, heb ik jouw naam nou niet genoemd en wil jij volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan de video jouw naam willen zetten. Want dan doe ik wellicht de volgende keer de groetjes aan jou. Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video van ons vonden. Wil je nou een berichtje ontvangen als er een nieuwe video is? Abonneer dan op ons kanaal. Dat doe je dus met dat knopje beneden en op het belletje te drukken. Want dan krijgen jullie namelijk gratis een berichtje als we een nieuwe video hebben. Nou, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!